Met Joan Boyson, de jong schoolmeisje wat weer Joey Harof ontvoer is, zijn succesvolle ontsnapping uit die huis in Malare bestraat, zou mens gedink het dat die ergste vir haar oor was. Maar als het niet was vir Ernst Verbeele nie, wie ze pa daar die ochtend met haar gekruis het, zou daar dan vandaag nog een naam op die lijst van slagoffers van Gert van der Rooyen geweest. Ek was eindelijk op pad na Hercules toe om my ouwe om te gaan sien. Voordat ek het weg afgeruid, dan weet ek, ek moet opgestaan en ek het weerkeek het op park beweeg om so om te rui na Hercules toe. Toe ek het maar nie per toevallig my Lervestraat afgeruid. En so dat ek my Lervestraat afgeruid, het ek net op beslag het gesien. In die linkerkant is, jy het gesien, is het een schooldokter wat daar loop en achter haar is die vrou. En ek het bewas en voorbij gerei en toe besluit hy maar, laat hy maar stop en kyk hoor wat is die probleem. Nou op die hoeken van Malerbestraat en Pulkreu, daar was die café daar gewees. Dit was waar ek maar basis die missie gevang het. Toe ek amper by die hoofstraat is, toe stop daar karre. Toe sak my hoed so in my skoene, toe dacht ek, okay. Toe klim my ou uit en hy vraag toe vir my, wat is fout? Ek het daar gevang. En toe die vrou gekom en gesê, ja, maar te vraag, wat is die probleem? Toe sê sy, nee, maar kan sy na die huis toe, na haar huis toe gaan en oor die afgeleende praat nie? Toe, met die wat ek en hom probeer verduidelik, maar luister het, dit is wat gebeur het, toe kom die vrou by ons aan, toe sê sy, ja, ons moet terug gaan na die huis toe en die saak gaan uitklaar en nou gesels en ek het net vir ons, asjeblief, boedie, en ek het in die het toe vir my gesê, kyk met in die kaart klim. Op daar staan was die meisiekie baie hysterisch geweest en toe het ek maar gesien, haar hande is gebloed, toe het ek weet, daar moet een probleem wees. En soos ek nie is reg, as sy die meisie in die kaart klim, dan sal ons achter haar aanrit, so ek hem sal ontstap. En toe ek in die kaart klim, nou die meisie nie ingelaat, toe was hysterisch, sy sê, moet my nie terugvat nie. En toe besef ek na sy skaalvoetboek. Sê ek waar nie, luister maar, jy hoef nie bekommer te wees nie, ek sal jou nie terugvat nie. En weet ek net vanaf het weg gerust. So hy in die kar is toe ons weg, toe sal hy teruggegaan het. En ons het net so om die hoek in Pokreerstraat gekom, toe sak uit. Ek het eerst daar aand weer met die huis wakker geworden. Vanaf na Wonderboel brandweer toe gegaan, waar hulle gevraag knik net die boeie. En, maar toe blijft aan wat sy al kon so ver weg te dwarm gedoen, sy kop was aan die slaap geraak, so ja, ek het dit nou maar afgesny, en soos wat sy nou maar vir my kom beduie het, precies waar haar ouwe was, so het ons nou maar gerei na die, maar ou, het ek maar probeer rei na die woning toe. Ek het toe maar daar per huis aangekom, en haar uit die kaart getel, daar tyd het sy nou, was sy nou klaar, kon ek sê, uitverpaals gewees. In die huis ingedra, en vir die tannie sê, maar dis wat ek weet wat gebeur het, raad skaars op die bed gelee, was het reeds weer 5 na 10 minuten, toe kom die ouders daar aan. Joan Boyson se ontsnapping was as ware een keerpunt in die saak van die vermiste meisies.